Het is maandagavond 8 uur, tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie hier op Hof TV. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. De afgelopen periode zijn tal van belangrijke wetten behandeld en goedgekeurd in de Nationale Assemblee. In deze aflevering van Opinie gaat de vicevoorzitter van DNA, de heer Melvin Bouva, in op wetsproducten die recentelijk zijn behandeld, maar ook zijn afgehandeld. Kijkers, we zullen het vanavond hebben over het reilen en zeilen binnen de Nationale Assemblee. Onze gast voor vandaag is Melvin Bouva, vicevoorzitter DNA. Van huis uit is Bouva jurist en public administrator. In de periode van 2004 tot 2007 is hij de voorzitter geweest van het Nationaal Jeugdparlement en is enkele jaren ook betrokken geweest in het Jeugdambassadeurskorps. Bouva heeft verder als stafmedewerker gewerkt bij het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur en is gewezen verslaggever en columnist. In 2010 werd Bouva gekozen tot lid van DNA. In 2015 is hij herkozen en is thans de vicevoorzitter van DNA. Thans is Bouva de president van de Interparlementaire Uniform van Jonge Parlementariërs. Kijkers, Melvin Bouva. Welkom meneer Bouva, we zijn hartstikke blij dat u toch wat tijd gemaakt heeft voor ons om te participeren in deze aflevering van Opinie. We zullen het hebben over het reilen en zeilen binnen de Nationale Assemblee. Hoe blikt u terug op het werk dat de afgelopen periode is verzet door DNA? De afgelopen periode denk ik inderdaad een beetje vermoeid, omdat we in een korte tijd van een aantal maanden aantal wetten hebben voorbereid, hebben moeten en ook kunnen voorbereiden. Ja. Naar het reces toe, maar ook behalve de voorbereiding die ook inderdaad goedgekeurd gekregen. En ook een voorbereiding is gezet naar wetten die moeten volgen, dus na het reces, naar in feite het einde van de periode. En misschien moet ik voor de goede orde zeggen het einde van deze periode in DNA, omdat we erin geloven dat het werk dat je nu in feite voorbereid uitzet, dat de ruimte geboden zal zijn om het verder te volvoeren. Maar behoorlijk enerverend, hard werken, vaak dag en nacht. Niet alleen in de figuurlijke, maar zoals we dat bij de afgelopen behandeling hebben gezien, ook in letterlijke zin, dag en nacht. Maar een en al bedoeld om te doen wat nodig is om met wetgeving en daarmee dus ook beleid een aantal dingen te organiseren voor het publiek, voor de samenleving. Als we praten over de verschillende sectoren waar er naar is gekeken, financiële sector, huisvesting, Alcoa is veel breder dan dat, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Wat is het belang voor het ontwerpen van wetten voor een samenleving en die uiteindelijk goed te keuren? Nou, het belang is bijzonder groot. Vaak ziet men, of sommigen, zien het parlement maar als een club waar de mannen en de vrouwen met das en jas en gewichtige woorden soms bijeenkomen of al maar praten. Natuurlijk, als je er buiten staat, dan kun je dat idee krijgen. Maar het belang is daar om namens die samenleving, en dat is niet bij wijze van praten, dat is gewoon echt zo, omdat we in een systeem leven waarbij niet de regering alles bepalend is. We leven in een rechtsstaat en dat betekent dat de stem van het volk gekend en gehoord moet worden binnen wat er gebeurt in het land. En dat doe je door de vertegenwoordiging van die samenleving en dat in de Nationale Assemblee in onze situatie. Andere landen hebben 1 of 2 kamers of andere volksvertegenwoordigende lichamen. Wij kennen DNA en ons werk is voornamelijk 1 om de regering te controleren op het uit te voeren beleid of het beleid dat is uitgezet en wordt uitgevoerd. 2, het maken van wetten in de verantwoordelijkheid als medewetgever is dat van belang om zeg maar je samenleving, je land te shapen, vormen, inhoud te geven. Ik bedoel, als er geen regels zijn in een huis,
dan is het al wanorde en chaos. Ja. Zie je het in je eigen situatie met kinderen. Er moeten regels zijn, ook in een land moeten er regels zijn. En het belang is dus daar voor ons om regels te maken en die regels aan te laten sluiten op beleid. Neem bijvoorbeeld het huisvestingsplan dat in 2017 is behandeld en goedgekeurd. Het is een kader, het is een wet, wat in feite de basis schept om beleid erop af te stemmen. De regering stemt daar beleid op af. Daar komen de letterlijke en figuurlijke huizen van de grond. En daar kan verder mee geleefd en gewerkt worden. Dat is het belang van wetgeving en dat is het belang waar we vanuit het DNA zoveel als mogelijk voor staan. Ik moet erbij zeggen, in geen enkel land is een parlement een instituut dat in feite zoveel doet dat je kan zeggen van ja, je hebt alles gedaan wat je wil. Het is altijd een streven naar meer en een streven om steeds meer wetten, steeds meer regels, steeds meer beter te worden in het werk dat we doen. Een sterker instituut en een sterker orgaan. En we blijven ons daarvoor inzetten. Ja. We hebben zojuist de wet Constitutioneel Hof aangenomen. Wat is het doel van deze wet? Het is weer een andere belangrijke orde die in feite moet regelen binnen het in feite interpreteren van regels. En in deze gaat het om het interpreteren van regels die ook door het parlement zijn gemaakt. Ten opzichte van de grondwet heeft de grondwetgever al vanaf 1975 aangegeven dat jongens, je hebt een rechterlijke macht. Die, eigenlijk moet ik het andersom doen. Je hebt de wetgevende die de wetten maakt. Je hebt een uitvoerende macht die ook wetten maakt, samen met de wetgevende macht. Maar voornamelijk de wetten moet uitvoeren. En je hebt een rechtsprekende macht die op basis van de wetgeving, de wetten die er zijn, rechtspreekt. Maar daarin moet er duidelijkheid zijn. Om de duidelijkheid te scheppen, heb je, het is niet een nog andere macht, maar het is een ander orgaan, nodig om in feite goede checks en balance te zijn bij het uitvoeren en het interpreteren vooral van wetgeving. Zeker als het gaat om wetgeving die in feite gerelateerd zijn aan de grondwet, met name hoofdstuk 5 van de grondwet. Het Constitutioneel Hof is dus bedoeld om in feite wetten of delen daarvan te toetsen aan de grondwet, artikel 5 van de grondwet, hoofdstuk 5 van de grondwet en internationale verdragen, internationale afspraken die er zijn gemaakt. En daar dus natuurlijk een uitspraak over te doen, al zou het wel dan niet verbindend zijn of goed worden geacht. Het Constitutioneel Hof is ook bedoeld om zeg maar zaken die door de overheid in zijn algemene zin, maar zeg maar door een bestuursorgaan heet dat letterlijk, worden uitgevoerd, een bepaald bestuursbesluit, om te checken, als zeg maar een districtscommissaris, ja, of een minister een bepaald besluit heeft uitgevaardigd, is dat wel in lijn en is het niet in strijd met de rechten van mensen op basis van de grondwet. Ja. En het belang is nog groter wanneer onze grondwet is wel breed aangenomen, dat moeten we erbij zeggen, is bij referendum aangenomen. Dus volksraadpleging, de totale samenleving heeft uitgesproken over de grondwet. Maar onze grondwet ontbreekt toch wel een memorie van toelichting. Waarbij de toelichting op grondwetsartikelen in feite daar zou moeten zijn om duidelijk aan te geven waar het om gaat. Is het er nu niet? En is het in feite overgelaten aan de wil, soms willekeur, van instanties, van zij het bestuursorganen, zij het rechters, ja, om te beslissen wat zij willen interpreteren vanuit de grondwet. En dat is waar het Constitutioneel Hof ook orde en duidelijkheid in moet gaan verschaffen. Oké. We hebben, zoals u zegt, in de letterlijke zin lange dagen gehad in het parlement, ook bij de wetwijziging Brokkebonden overeenkomst. Welke voordelen zijn voor het land Suriname, maar in het bijzonder de burgers, hiermee gepaard te gaan door het aannemen van deze wet?
Nou, welke voordelen? Ik denk het grootste en belangrijkste voordeel. Laten we beginnen bij het begin. Want altijd is het goed om te staan en te kijken waar je bent op het moment. Ja. En vooral vooruit, daar sta ik ook voor. Maar het is altijd goed om te kijken van waar je komt op dit punt en hoe je verder gaat. Ja. Wij komen van een periode van ruim 100 jaar bauxietindustrie in Suriname. U en ik, en velen van ons hebben op school geleerd nog, bauxiet is de kurk waarop de economie van Suriname drijft. Die kurk is al lang geen kurk meer. Bauxiet heeft zijn beste tijd gehad. We hebben meegemaakt in de achterliggende periode het vertrek van BHP Billiton. Ja. Als eerst ergens, ik dacht 2008, 2009. En kort daarna de aankondiging, de slechte tijden van Suralco, met daarbij de aankondiging van het vertrek. En wat wij nu hebben vastgesteld en definitief hebben gemaakt, dat het daadwerkelijk vertrekt van Suralco en daarmee de afsluiting van 100 jaar bauxietindustrie in deze vorm. Met de nadruk in deze vorm, omdat God ons nog meer bauxiet gegeven heeft. En ons de ruimte heeft gegeven om ook nu met de afsluiting van dit punt te praten over de 100 volgende jaren die nog voor ons liggen, waar we voldoende bauxiet hebben in West-Suriname om dat tot ontwikkeling te brengen. Een belangrijk voordeel is natuurlijk financieel. Vanaf 2009 en alle mensen die daarna zitten te schreeuwen en te praten, ja, moest wel, moest niet zo en moesten naar arbitrage, wat ons niet een avond of twee zou kosten, maar avonden en jaren zou kosten, is dat wij vanaf 2009 een negatief balans hebben, een negatief saldo hebben in de overeenkomst tussen Suriname en Suralco. Dat is feit. Wat betekent dat het geld dat Suralco ons moest betalen aan de bauxietinkomsten, ja, ten opzichte van het geld dat Suriname aan Suralco moest betalen voor energie, altijd voor Suriname in een negatief balans was, vanaf 2009. Als het begon rond de 20 miljoen gemiddeld per jaar, liep het op naar 30 miljoen en maybe even more. Dus we hadden daar absoluut geen voordeel meer aan. De overeenkomst was niet meer rendabel, dus het afsluiten op dit moment heeft een financieel voordeel om de negatieve zakelijke relatie die er bestond te beëindigen en een nieuwe te beginnen. Ja. Een ander groter voordeel is het feit dat wij nu met de goedkeuring van de wet en straks de ondertekening van de overeenkomsten per 31 december, ja, en hopelijk en naar verwachting en mijn grote wens niet later dan dat, de dam, de Afobaga waterkrachtcentrale, energiecentrale, toe-eigenen en kunnen toevoegen tot eigendom van de Republiek Suriname. Waar alles Renamangs mede-eigenaar van zijn, dat ga je misschien niet ervaren, nee, want die no abas rotofing. Nee. Maar wat we wel gaan ervaren, is dat op basis van de energiecapaciteit die daar gewekt zal worden, Suriname wel haar eigen energie kan en zal produceren. En dat het geld uit onze pocket niet meer gaat via de dam naar een aantal, met verlof gesproken, mannetjes en vrouwtjes daar, ver buiten de grenzen van Suriname, maar dat het in het land blijft. Okay. Dat is een belangrijk en een groot voordeel. Ja. Dat we hiermee hebben bereikt. En ook het feit dat Suralco nu verplicht wordt om in feite de troep op te ruimen die door de jaren heen is gemaakt. Om bauxiet te winnen zijn er een heleboel gebieden onder water gelegd, een heleboel gebieden daar is gegraven. Ja. Er is een heleboel milieuschade. Met het afsluiten wordt ook natuurlijk ervoor gezorgd dat Suralco verplicht wordt nu om dat op te ruimen en te herstellen in de oude staat. Met het afsluiten nu betekent ook dat de kwestie van de mensen die leven op de paraplantages,
dat wordt gezeten om ook die zaak op te lossen. Met het afsluiten nu wordt ook ervoor gezorgd dat wanneer we met pijn, en ik zat op dat moment aan, moet luisteren naar mijn collega's uit het binnenland. Verhalen van zichzelf, van hun ouders, waar ze zijn aangezegd om verplicht te verhuizen. Ze zijn aangezegd dat ze gecompenseerd zullen worden. Ze zijn aangezegd dat ze huizen zouden krijgen. Maar wat zei mijn collega Linga met Banabong en noem maar op en zo, zijn voorzien om zelf een huizen op te zetten, dan weten dat er heel wat schade, heel wat pijn, heel wat verlies daar teweeg is gegaan. Ja. Met het aannemen van de wet, met de onderhandeling waar we voor hebben gestaan. En ook ik persoonlijk heb gevraagd, het moet geen goodwill zijn, het moet worden vastgelegd. Ja. Wordt wel bereikt dat de mensen daar door middel van een fonds, dat wordt ingesteld, zowel door de staat Suriname als Alcoa, die een wezenlijke bijdrage zal moeten leveren, dat zij voor een goed deel kunnen en zullen worden gecompenseerd. En dat er energie gaat, tenminste energie naar de dorpen, tenminste wat water, voor zover het nog niet is gebruikt. Je weet, de regering bouwt dus werk hard om verschillende dorpen en gebieden te voorzien. Maar dat ze worden voorzien dat educatie en gezondheidszorg tenminste door middel van dit fonds gedaan zijn. Dus, een aantal voordelen. We kunnen niet zeggen dat alles natuurlijk perfect is, ja. Want we hebben natuurlijk niet alles kunnen regelen. Niets en niemand is perfect, zeg ik altijd. Mensen die aan de kantlijn schreeuwen, beweren dat ze het zoveel maar beter zouden doen. Moet je nou eens de kans geven om contracten met buitenlanders te sluiten, zul je zien hoe ze komen opdraven met overeenkomsten en contracten waar we 5% aandeelhouder maar worden en allerlei dingen worden weggegeven, dat concessies worden dat dorpen worden weggegeven in concessies. Dat zijn overeenkomsten waar Suriname ernstig bekijkt van afkomt. Maar dit is een overeenkomst waar we misschien niet alles hebben meegehad, maar wel een overeenkomst waar we in tijd als Suriname behoorlijk wat voordeel van zullen gaan ervaren. Tegelijkertijd met de wetwijziging van de burgerbonden overeenkomst hebben we ook de wet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen goedgekeurd in DNA. Kunt u ons daarover wat meer vertellen? Nou, die wet heeft dus inderdaad te maken met de schadeloosstelling van de burgers, dus de mensen die getroffen zijn, meer individuen, meer belanghebbenden, dat deze wet regelt wie en op welke manier de mensen schadeloos gesteld worden. Daar komt het in het kort op neer. Oké, dat is duidelijk. We hebben verder ook gehad de afgelopen periode een hele belangrijke wet. En dat is de wet Nationaal Woningbouwfonds. Ja. Waarom is deze wet zo belangrijk? Want het parlement heeft er echt aandacht aan besteed en de discussies waren hooglopend. Ja. Waarom is die wet zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk? Ik denk dat het veel te maken heeft met de behoorlijke in feite druk die er bestaat op die maatschappij zelf om voor huisvesting te zorgen voor haar burgers. Een regering moet faciliterend zijn om haar burgers de gelegenheid te geven. Iemand zei een huis boven het hoofd in de behandeling. Maar wat bedoelt een dak boven het hoofd te geven? Is een fundamenteel recht, denk ik zo, om een goed dak boven je hoofd te hebben. En dan hoef je natuurlijk behoorlijke zwembad en alles te hebben, maar het moet een decent ding zijn. En deze wet moet het mogelijk maken, maar we hebben gezien dat de regering wel haar best doet, heeft gedaan en met nadruk. En ik bedoel, zonder heel bewust daar een politieke statement over te willen maken, wel een duidelijk feitelijke statement. Als je praat over huisvesting en huizenbouw, dan is het wel de regering Bouterse vanaf Amirali, Bouterse Amirali, dus de eerste periode, tot nu, die heeft bewezen niet alleen maar te willen, maar ook te kunnen bouwen. We hebben inderdaad binnen afzienbare tijd een aantal projecten zien oprijzen, ja. Van Richelieu naar Hanaslus, naar Leidingen, naar een aantal andere gebieden op kleinere en grotere schaal. Dus die drang is daar. Toch is dat onvoldoende. Toch is het onvoldoende. En toch moeten we naar manieren zoeken en hiermee hebben we dat ingevonden op basis van, waar ik zo net op wees,
het huisvestingsplan te komen tot inderdaad een woningbouwfonds 1 en 2 garantiefonds. Woningbouwfonds bedoeld om niet alleen maar landie, maar ook andere belanghebbenden of investeerders te interesseren om te participeren in het fonds. Met middelen, dus ook banken, ook verzekeringsmaatschappijen, ook wie namen te noemen, maar ook bepaalde bedrijven, grote, middelgrote bedrijven, personen zelf, als je de regering gaat vaststellen wat het minimum is, maar zelf heeft je gewoon vrij 15.000 of 10.000 zou je kunnen beleggen in het fonds. Om dan andere Surinamers de gelegenheid te geven om middels een toegankelijke manier, een schappelijke rente, in de gelegenheid te komen om een huis te bouwen. Dat is het fonds. Met regels, met procedures, transparant. En ook omdat Misap Bova of Misap Misikawa of Misap Suma, dat betekent dat Moko aanbodelijk eerste. Soms heb je in de afgelopen tijd heb je dat misschien gezien. Maar dat fonds zal de ruimte bieden aan meer mensen om te kunnen bouwen. In elk geval ervoor te zorgen dat ze door de maatschappelijke rente dat kunnen doen. Het voordeel voor de mensen die investeren is ook afgezet kort, is de mogelijkheid om in feite zonder de nodige extra kosten die erbij komen, normaal belasting, vermogensdingen en zo, dat ze belastingvrij in feite kunnen investeren, waardoor de kosten van het geld ook lager zijn. Goed bedacht systeem in meerdere landen werkbaar. En nu toepasselijk in Suriname, omdat wij de visie daarvoor hebben gehad. Wij de durf en de daadkracht daarvoor hebben gehad. En we rekenen erop dat het fonds inderdaad zijn doel zal bereiken. Wat daarop goed aansluit, is het garantiefonds echt bedoeld voor, als garantie voor mensen, wat we call de non-bankables. Ik geef het vaak aan die kapper waar we naartoe gaan, of die nagestylist, timmerman of misreman. Die kleine businessman die in feite misschien barbecue verkoopt, of die kleine man die een taxi rijdt of zo, niet een behoorlijke rekening heeft bij de bank en niet een behoorlijke, maar wel een goed inkomen. Mm-hmm. En wel in staat is nu 200, 300 euro vanwege alle kanalen op te brengen om wel een huur te betalen. Maar nu naar de bank gaan en zeggen van de bank, maar waar is je loonslip niet, want ik ga niet werken met al die hosses die je doet. Ik werk alleen met wat je werkgever gegeven. Ik werk alleen met die 1500 of die 2000. Wat je van waar je 200 of 300 euro haalt, is je zaak? Nee. Ja. Dat is een aparte groep die wel bewezen heeft door middel van hun kleine business, hun onderneming of anderszins, in feite de gelegenheid te geven dat het garantiefonds garant staat, zodat ze wel bij het woningbouwfonds geld kunnen krijgen om dat te doen. Dat geldt ook voor mensen die iets ouder zijn. Je weet, de bank wil vaak niet dat mensen op een bepaalde leeftijd, al vanaf 50 jaar, is het al moeilijk om een kleine hypotheek van 10 jaar te sluiten. Ja. De man in hun rekening schrijft naar een pensioen, ook al heb je zoveel pensioen als je 50 bent, beginnen ze alvast bij voorbaat het blaadje om te keren. Maar het garantiefonds is daar om voor u, voor hun, garant te staan, zodat ze bij het woningbouwfonds een passende hypotheek kunnen krijgen om een kleine duffel te bouwen. Dat is waar we voor zijn gegaan. En ik geloof dat we met die inspanning, want dat was ook een behoorlijke inspanning, initiatief werd genomen door onder andere de voorzitter Simons, meneer Misikaba en dag nog 2-3 andere collega's, dat we vanuit die inspanning, waar ik ook voor heb gestaan, helaas kon ik niet indienen omdat er dan ten aanzien van de leiding van de vergadering een klein vraagstuk zou zijn, dus de vergadering heb ik zelf geleid, maar met dit initiatief hebben we toch wel getracht om goede invulling te geven aan de woningbouwbehoeften en niet zomaar van een podium een blabla schreeuwen, maar duurzaam. Ja. Duurzaam antwoord aan het woningbouwvraagstuk. Meneer Bova, de kleine man die nu zit te luisteren zal zich afvragen, zulke goede voorzieningen op woningbouwvlak, wanneer worden deze wetten dan operationeel? Ja, dat zou ik me inderdaad ook afvragen. Kijk,
De wetgeving is de basis voor de uitvoering van beleid. En daar moet de regering en de desbetreffende ministeries moeten dan beleid gaan maken dat verder in detail gaat. Dus zonder dat deel, zeg maar, in technische zin is het niet anders, maar ook anderszins van me af te schuiven, ligt het niet op het bord van de regering. Maar we kunnen toch wel gezien ook de verantwoordelijkheid die de regering draagt als één die NS is om het woningbouwvraagstuk verder op te lossen en daarop in te spelen, daarin te investeren, kunnen we de verwachting hebben dat het binnen afzienbare tijd hoor, van de grond zal komen en niet later dan naar verwachting eind van dit jaar, omdat de wetten al klaar zijn. De nodige staatsbesluiten waren ook al in concept. Dus het is nu echt een kwestie van inzetten, ook de operationele zaken van het fonds in orde maken. Laat ons de hoop uitspreken dat het niet later is dan het eind van het jaar. Zodat we zeker begin volgend jaar kunnen starten met de eerste woningen uit het woningbouwfonds. Dus dat moeten we nog even geduld hebben. Nog even geduld? Ja. Maar hoe komen we eraan? En ik zeg altijd, Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Maar als je de intentie van iemand kan volgen, als je de intentie van in deze, de regering, kan volgen, dan in om las bribi. Dan moet je juist hoop hebben, hoop vasthouden. Ik ontmoette laatst nog een jongeman die werkte bij de SWM. Die ze heeft geregistreerd de derde keer. Volg, hij hoort niet. Ik zeg, luister, we hebben de wetgeving aangenomen. Dat geeft een behoorlijke vooruitzicht om meer mensen te kunnen faciliteren voor het bouwen van hun eigen woning. Dat je aan een land je bouwt, je gaat naar het fonds, je bouwt met jouw aan, met je eigen woning. Dus je komt aan bod. Ta'ababri, ben je jongen zo goed gestemd en zo hoopgevend. Hij hoefde niet te komen en hij zei ook niet van een stuk, nee. Ik zeg, hou je stukken, blijf de berichten volgen. Er komt een moment waar je de berichtgeving zal waarnemen en daarop moet je reageren. Ja, meneer Bouw, ik zeg, jawel. Zo goed gestemd en zo tevreden. Bijna agerste kan mij shama osokba. En dat is wat mij een voldoening geeft als je bezig bent met dit soort zaken. Als je bezig bent om te proberen middels wetgeving, middels beleid, licht te brengen, verandering te brengen, verbetering te brengen in het leven van mensen. Dat de man zegt dat minaf las bribi, er is hoop en ik zal samenwerken. Want het gaat niet om wat land die van mij doet. Wat kunnen we samen doen met elkaar, precies, voor elkaar, ja, om te komen waar ik wil zijn. En dat geeft me goede voldoening. Ja, ja. Dus u heeft net aangegeven dat er dus binnen afzienbare tijd wat meer schot in de zaak komt voor wat betreft de kleine man. Is er daarbij ook gedacht aan studenten, jongeren die wees van af aan, ze willen ook iets doen voor zichzelf? Ja, nee, een hele belangrijke doelgroep. Heel belangrijk, je weet vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben, laat me zeggen, gegeven vanuit de partij naar het beleid toe, naar de regering toe, naar het parlement ook toe, hebben jongeren een hele centrale plaats. Niet alleen maar op de verschillende posities en verantwoordelijkheden, maar met de bedoeling om ook andere jongeren in feite mee te krijgen in de ontwikkeling, is er ook altijd gezegd specifiek beleid toe te spitsen op jongeren en studenten. Ook vanuit een particulier initiatief ben ik zelf ook gestart met andere jongeren, andere studenten om te werken. En zeg maar het huisvestingsvraagstuk en de behoefte van studenten en jongeren om hun eigen dak boven het hoofd te hebben. Wat ook goed vlot. We hebben het ministerie van RGB mee om met name op de hogere opleidingen, ook in het kader van het behoud van kader, het stimuleren van Surinaams kader, de best geslaagde alvast te voorzien van een bouwkavel. En daarna gekoppeld ook de optie om een eigen huis te bouwen. Ja. Dat hebben we al Waterland, de tussenkomst van een studentenvereniging, de tussenkomst van een andere studentenorganisatie, welke ook gedragen wordt, een initiatief dat ik een paar jaar geleden heb genomen, heb je gehad op Rieberg. Hebben Alfas PTC, de beste studenten daar,
een kavel ontvangen en EOL, ook ADEC is in het traject meegenomen. En we hebben onlangs ook gehad de tweede tranche van de best geslaagde van PTC. Dus het is een voortdurend project, wel een pilot, ja. Maar een voortdurend project om jongeren, om kader. We lopen nu al dicht bij de 100 en we gaan verder mee. Van de ene zijde, maar ook van de andere zijde, heeft de regering ook toegezegd dat ze dit soort initiatieven in het beleid opnemen om deze specifieke doelgroep te voorzien van een kavel en ook van een woning, omdat het echt een specifieke doelgroep is. Ja. Dus daar wordt 100% zeker naar gekeken en de jongeren mogen op ons rekenen. Okay. We hebben de afgelopen periode ook de herziening gehad van de comptabiliteitswet. Welke voordelen gaan hiermee gepaard? Nou, de comptabiliteitswet komt neer op transparantie van overheidsbeleid, overheidsfinanciën. Hoe wordt het geld besteed? Hoe vinden binnen het ambtelijke de nodige procedures plaats om te komen van de aanvraag van middelen naar de uitgifte en de rapportage daarvan. Ik probeer zaken meestal ook heel simplistisch te benaderen. Even als je in een huis, normaal ons eigen huishouden hebt, dat meestal mama is dat nog, een budget krijgt, dat conform een bepaalde procedure geschiet. Je gaat naar de supermarkt, koop je dat de rapportage plaatsvindt en dat wanneer de goede rapportage heeft plaatsgevonden, dat in feite gekoppeld wordt aan de volgende tranche. Zo is het ook binnen het overheidsgebeuren, dat nu een transparanter en duidelijk traject is uitgezet voor in de procedures van overheidsfinanciering van projecten, van beleid, van de begroting ook. De begrotingen die zijn ook aangepast. We krijgen nieuwere, maar nieuw heb je nog niet een heleboel, maar vooral moderne, efficiëntere manier van begroten, van begroting en de rapportage ook van de begroting. Dus met de comptabiliteitswet die ik dacht in werking gaat in de tweede helft van 2020, dan hebben we een moderne, efficiënte, vooral effectieve manier van overheidsfinanciering, de controle daarop en ook de transparantie. Transparantie is belangrijk. Wanneer je vindt dat we in feite als land een enorm vraagstuk hebben met corruptiebestrijding, wat een behoorlijk belangrijk punt behoort te zijn bij elke regering, omdat elke cent verantwoord moet zijn, elke cent verantwoord moet worden uitgegeven, ja. Dan zijn het regels en procedures die je nodig hebt om dat vast te stellen. Dan is er een anticorruptiewet nodig om daar naast deze wetgeving van financiële transparantie aangekoppeld te worden om ervoor te zorgen dat je een stelsel hebt van regels, van procedure. En mensen gaan altijd een gaatje vinden om loverende dingen te doen. Ja. Maar je maakt die gaten minder, je dicht daar. Je maakt je overheidsfinanciering zo dicht mogelijk en zo duidelijk mogelijk voor iedereen dat de centen van de samenleving, de centen van het land op een verantwoorde manier kunnen worden besteed. We hebben dit jarenlang over gesproken. Regeringen zijn gekomen, regeringen zijn gegaan. Maar we hebben op dit moment bewezen dat het not a talk is gebleven. Maar dat we ook hier en daar hebben gesteld. En na bijna 40 jaar, want deze wet is heel oud, de comptabiliteitswet hebben veranderd. Als basis om in feite wat er komt en gaat aan geld, aan geld voor de overheid, van en voor de overheid, op een behoorlijke manier te doen. Okay. We hebben dan ook de wet op het notarisambt gehad de afgelopen periode, waarbij eigenlijk ook veel burgers benadeeld zijn geworden doordat de wet niet zo waterdicht was. Welke veranderingen zijn in de wet opgenomen? De fundamentele verandering daar is dus geweest de uitbreiding van het aantal wettelijk voorgeschreven notarissen. Welke was 20 en nu is 50 bij de nieuwe wet. Waarbij er toch wel vanuit deze voorziening je de ruimte creëert om meer notaris op het veld. En meer notaris betekent denk ik zo
het is niet per definitie, maar naar verwachting. Ook vernieuwing, verbetering van de dienstverlening, want dan heb je nieuwe notarissen, andere kijk op zaken, voor uw oriëntatie. Vroeger was het zo, er zijn nu al 20 notarissen, dus in feite tegen het plafond. Er zijn ongeveer bijna het dubbele van kandidaat-notarissen. Die wachten, en het is ook niet oneerbiedig, maar feitelijk gezegd, op bijna pensioen of dood van een andere notaris om uiteindelijk notaris te worden. Ja. En soms duurt dat jaren. Mm-hmm. Met deze wet is de ruimte gecreëerd dat in feite alle kandidaat-notarissen die daartoe daadwerkelijk gerechtigd zijn, want er zijn nog een paar af- en overwegingen die erbij komen kijken, dat ze inderdaad kunnen worden benoemd tot notaris. En dat ze in feite het ambt en het beroep van notaris on another level of you know, wat toegevoegde waarde kunnen meegeven, zodat de dienstverlening verbeterd wordt. Daarna zijn er natuurlijk ook regels vastgesteld met betrekking tot de what we call de vereniging, dat wel de naam, dat precies zijn, dat laat ik even in het midden, maar het komt erop neer, een tuchtcollege dat in feite verder is aangescherpt met regels en procedures ook om het tuchtcollege van notarissen een handen en voeten te geven om wanneer een notaris werkelijk over de schreef gaat, dat er maatregelen zijn, dat er duidelijke regels zijn, dat er een stramien is tussen waar je kan bewegen en waar absoluut niet. Dat dingen zoals dubbele hypotheken en allerlei actes die worden gepasseerd onder en boven de wet, boven de wet kan, maar onder de wet absoluut niet, dat soort dingen worden geminimaliseerd. Dat het nadeel dat vele mensen, en natuurlijk we hebben ook hele goede ervaring over het algemeen met notarissen. Ik persoonlijk ook. Laat me dat ook goed vaststellen. Ik denk dat het gros van de appels verse appels zijn. Ja. Maar dat er tussenin ook rotte appels zijn. Dan wel zaken die er gebeuren absoluut niet door de beugel kunnen. En we hopen dat met de wet op het notarisambt, ook nadat we hebben gehad kort voor het einde, in de vorige periode, de vorige zittingsperiode, de wet op advocatenwet, dat we met advocatenwet, met notariswet en nu ook op agenda straks de voorzieningen voor de rechterlijke mag en ook de regels daaromheen, dat we vanuit die orde ook een stevige bijdrage hebben geleverd voor draai aan op haar botten en dat de dienstverlening beter kan zijn voor onze samenleving. Ja, ja. Denkt u dat met deze wetsproducten een goede basis is gelegd voor de regering om vraagstukken binnen de samenleving verder op te lossen? Ik denk het niet. I know that. Daarom hebben we de verantwoordelijkheid niet alleen maar gehad van die samenleving, maar ook gewoon echt aangegrepen om het te doen. En vergist u niet, wetgeving maken, zeker nu met DNA-TV ben ik wel blij dat de debatten in extenso worden uitgezonden, zodat je in feite dat van begin tot eind bijna woordelijk kan volgen. Ja. Maar wetgeving maken is not only what you see within the walls, de muren van DNA. Het is vaak ook daarbuiten. Het is veel praten met actoren, met stakeholders. Het is veel onderhandelen ook nog met belanghebbenden. Het is een visie daarover maken, het is lezen op internet, het is ook lezen wat andere landen natuurlijk op een bepaald vraagstuk doen. Het is praten met collega's, zeker als we zowel hier als buiten de grenzen het contact met collega-parlementariërs. Hoe zit dat door? Hoe zijn jullie ermee omgegaan? Mm-hmm. Om dat idee op te vallen en dan te proberen om het te verwerken in wetgeving. En dan te proberen dat ook technisch heel goed te verwoorden. Dan te proberen dat af te zetten wat in feite
acceptabel is voor die, want deze samenleving is in feite een hele aparte samenleving. Surinaams volk is een heel uniek volk, ons land is heel uniek. Dus niet alles wat je buiten leest of buiten hoort, zou je hier makkelijk kunnen toepassen. Ik weet me nog zo'n goed voorbeeld van de anti-tabakswet. Ja. De wet was al bijna gepasseerd en toen kwam ik tot de ontdekking in de wet, in de juridische formulier, want je weet wat je wil, dat is aangeven dat het woorden van gelijke strekking hoor, verboden zou zijn te roken op publieke en private openbare plekken, something like that. Met een simpele vertaling dat als je bij je tante op feest bent of bij je oma op feest, dat je ook daar niet zou mogen roken, want het is ik zeg maar, dat past, dat is niet gewoon. Als je op een feestje gaat bij je tante, ze gewoon zeggen, ga je, het is niet zo'n cultuur if mevrouw Kemp kon dat tante politie gaat bellen. Het is niet ons ding, dus wetgeving is een vrij complexe materie waar je met veel dingen rekening moet houden. Maar ik ben ervan overtuigd dat met de wetgeving die er is in feite goedgekeurd, gepasseerd de afgelopen tijd, we een goede basis hebben gezet inderdaad om beleid daarop af te stemmen en vanuit de afstemming van het beleid we verbetering kunnen krijgen in het klimaat waarin we wonen, leven en werken. Ja. Het parlement is nu op reces. Zijn er na de recesperiode wetten die opgepakt zullen worden of die afgemaakt moeten worden, afgehandeld? Ja, zeker. We zijn nu op reces en ik denk welverdiende reces. Ja. Zeker na de laatste week van vergaderen, ruim langer dan 24 uur een vergadering nog gehad, een van de langste. Maar ik denk dat we een goed einde hebben gehad van het parlementair jaar. Nu op reces geeft ons de ruimte om nog een paar dingen te doen. Ja, sommige van ons moeten zowel hier als buiten Suriname nog wat werk verzetten. Maar het geeft ons de gelegenheid ons voor te bereiden naar het nieuwe parlementair jaar. Ja. En het belooft natuurlijk een zeer uitdagend jaar. Jaar ook kort voor de verkiezing, naar de verkiezing toe. Dus het is de race om nog een aantal dingen te doen wat wenselijk, maar ook noodzakelijk is. We hebben heel binnenkort dan ook de indiening van de begroting voor het dienstjaar 2020. Ja. Waarbij we kunnen verwachten dat we de begrotingsbehandeling nog dit jaar zullen aanvangen. De jaarrede die is ook aanstonds, eind september, in voorstel 30 september. Dus daar begint het jaar en dan kunnen we verwachten dat we echt een aantal wetten zullen doen. Ik noemde de begroting. We hebben ook nog investeringswet. Ik denk dat, hoewel wij voornamelijk goed sociaal ingeslagen zijn, vanuit het ideologisch politiek denken, is er natuurlijk ook nog een behoorlijke uitdaging om te investeren in de productie, nog meer te investeren in de productie, nog meer investeringen aan te trekken. En het initiatief dat er nu op tafel ligt om het investeringsklimaat te verbeteren, is één dat wat mij betreft heel persoonlijk ook veel prioriteit moet krijgen. Ik denk dat het gedrag is, wat ook de minister van Financiën is met actoren maandenlang bezig geweest om te werken aan het concept. We hebben overigens ook nog een landbouwwet om met name de kwestie van de export van Surinaamse gewassen, landbouwgewassen naar Europa toe, om dat te kofferen. Dat is ook al ready to go. We hebben de huurwet die ook al in de molen zat, om ervoor te zorgen dat ook qua het verhuren van voornamelijk huizen, van een bepaalde grootte natuurlijk, de rest moet je aan marktwerking laten, om dat enigszins te kunnen reguleren, dat euro- en dollarverhaal, ik geloof niet dat dat past, dus daar zal je naar moeten kijken. Heel belangrijk is de onderwijswet. Ik heb aan het begin van de periode gezegd, op een vraag van een journalist, wat zal een van de prioriteiten zijn van mij in deze periode? Zeker als vicevoorzitter heb ik aangegeven dat ik mij sterk zal maken, wanneer ik zo net sprak over
jeugd en jongeren en huisvesting voor studenten. Ja. In het verlengde daarvan is onderwijs. Overigens, het initiatief waar ik ben gestart heeft ook te maken met onderwijs. Het covert wel een huisvestingsvraagstuk, maar het stimuleert kader. Het stimuleert ook jonge Surinamers om te studeren. En als je ze wil stimuleren om te studeren, betekent dat ook de environment goed moet zijn. Ja. Ik geloof dat we na zoveel jaren moeten gaan naar een nieuwe onderwijs-environment. De minister van Onderwijs heeft beloofd, ook aan het begin van haar periode hebben we aandacht voor gevraagd, dat de onderwijswet zo goed als klaar is. Mm-hmm. Dus we hopen en we rekenen erop dat het nog voor dit jaar kan worden behandeld en goedgekeurd. En wat mij betreft zal ook prioriteit moeten krijgen de natuurbeschermingswet en de milieuraamwet die nu ook in concept zo goed als klaar zijn. Milieuraamwet, dat spreekt voor zich. We live in a world waar sustainable development goals met als onderdeel daarvan het beschermen van milieu hoogste prioriteit geniet. We zien wat er gebeurt met het klimaat, we zien wat er gebeurt in de wereld met allerlei effecten van juist het verwaarlozen van het milieu, het verwaarlozen van onze natuur. Kijk wat er gebeurt in het Amazonegebied, de Sanat Nom Tekuno. En ja, daar om dring dressie wacht die ziekje, zeggen we wel. Ja. Dus de natuurbeschermingswet is daar één van. Ik ben naar Costa Rica gegaan als delegatieleider van een parlementaire delegatie die daar heeft waargenomen hoe Costa Rica dat heeft geregeld. Met onder andere Conservation International. De mensen zijn aan de slag gegaan. Er is gewerkt aan een conceptwet. Het is nu klaar. De milieuwet is ook vanuit het kabinet van de president, de milieupoot daar ook klaargestoomd. Mm-hmm. Dus deze twee wetten zullen ook wat mij betreft hoog op agenda moeten staan. Voor het einde van het verkiezingsreces. Dan inderdaad te kunnen zeggen ja, we hebben een succesvol jaar gehad. Mm-hmm. En denk ik ook een succesvolle parlementaire periode. Deze onder meer, onder natuurlijk andere wetten die ik nu misschien niet heb genoemd, zullen voor ons de komende tijd de nodige aandacht krijgen voor behandelen en goedkeuren. Dus we hebben een heleboel gedaan, ja. Er is hard gewerkt, maar we zijn er nog lang niet, dus na het reces gaan we onverkort door. Yes, het ziet er in ieder geval goed uit. Tot slot, meneer Bouva, we zijn nu in de recesperiode en het parlementaire werk gaat door, ja, want u gaat heel binnenkort ook op de IPU-vergadering. Oh, ja. Kunt u ons daar wat meer over vertellen? Ja, inderdaad. En daar stuur ik een beetje op aan dat het parlementaire werk hier als buiten vaak genoeg doorgaat. Je gaat het niet op 8.4 zien zo direct, ja. Maar het gaat inderdaad door. En onderdeel is inderdaad de aanstaande IPU Global Conference of Young Parliamentarians, welke wordt gehouden in Paraguay. Mm-hmm. Voor ons, voor mij, een hele bijzondere vergadering. Zoals je weet ben ik bij de afgelopen IPU-vergadering in Qatar, Doha, dan wel unaniem gekozen als president van IPU, Forum van Young Parliamentarians. Welke voor mij nu de eerste vergadering is, mede georganiseerd, agenda samengesteld, gewerkt ook met de IPU om een goede global conferentie, een internationale conferentie neer te zetten voor alle leden van parlementen uit de wereld. Om te convenen en te praten over de Sustainable Development Goals als een van de belangrijkste zaken op de politieke agenda nu van elk land, omdat ze zijn ondertekend. En de rol onder andere van in feite young parliamentarians daarbij. In feite is er geen onderscheid tussen jong en oud parlementariërs. Toch wordt het gemaakt omdat de uitdagingen soms divers liggen, maar de verantwoordelijkheid hetzelfde. Dus wij zullen vanuit onze verantwoordelijkheid deze zaken bespreken. En daarnaast ook natuurlijk wat ik met veel genoegen en een goede onderstanding van het secretariaat van de IPU al aan veranderingen, dat had ik me voorgenomen in mijn noem het verkiezingscampagne voor mijn verkiezing als president. Ik heb meegenomen de capacity building van leden van het parlement, omdat ik denk dat
jonge leden ten opzichte van meer ervaren, toch wel de ondersteuning kunnen en moeten krijgen als het gaat om ervaring, als het gaat om capacity building. En daarom dat voor de eerste keer is toegevoegd ook het onderdeel mentorship program, waar er uitwisseling zal zijn met de meer ervaren over bepaalde specifieke issues, ja. Maar ook een trainingshub is ingesteld om in feite de nodige trainingen, de nodige handvaten te geven. We're talking about leadership, personal leadership, national leadership, om die ondersteuning te bieden aan jonge leden van parlement om hun werk te kunnen doen. Dus reces, maar we gaan deze uitdaging, deze hurdel de komende tijd nog even aan en we mogen erop rekenen dat we dit ook tot een goed succes zullen brengen. Reizen daarbij ook andere jonge parlementariërs met u mee? Ja, gelukkig wel. Ik voel me gesterkt in een parlementaire delegatie van andere jonge parlementariërs en deze mijn collega Forswijk, ja. En collega Afonsoa, dus twee jonge sterke vrouwen die met mij samen het Surinaamse parlement in deze zullen vertegenwoordigen. Daar wel natuurlijk mijn eerste verantwoordelijkheid ligt nu inderdaad bij de IPU, omdat ik dan van daaruit in feite de conferentie help aansturen. Maar de Surinaamse delegatie is goed en sterk vertegenwoordigd en daarnaast heel uniek ook de aanwezigheid en participatie van twee leden van het Nationaal Jeugd Instituut. Okay. Dat is voor de first time. Ik heb dus de uitnodiging doorgestuurd en met geluk ook goed vinden van de leiding van het instituut en de minister dat meereizen en afgevaardigd worden ook vanuit het instituut een vertegenwoordiger van het Nationaal Jeugdparlement zelf en een SDG, Youth Officer, die dus aansluitend ook deze geweldig interessante conferentie voor jonge leiders zal bijwonen. Dus Suriname is heel goed vertegenwoordigd. Yes, en met deze woorden van meneer Bouva zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond telkens om 8:00. Blijft u GovTV volgen. Goedenavond.